Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ze hebben te maken met incassobureaus en deurwaarders en weten vaak niet hoe het verder moet. Je kan, als je geldstress hebt, kan je niet meer gezond denken. Nee. Deze e-learning is bedoeld voor jobcoaches, HR-medewerkers, leidinggevenden die meer willen weten over signalen die kunnen duiden op financiële problematiek. Te laat zijn, slordig uiterlijk. En dan gaat er al een signaal af, daar is iets aan de hand. Ze missen afspraken, ze maken hun post niet open. Iedereen was voor mij een potentiële gevaar. Het probleem aan zich op tafel leggen is niet zo moeilijk, maar erachter komen wat de oorzaak van dat probleem is, dat is natuurlijk de uitdaging. Om mensen op de juiste manier te kunnen verwijzen, is het van belang om antwoord te hebben op 4 vragen. Als je in de schuldhulpverlening zit, dan is er rust op dat front. Ik ben in 2005 uit de schulden gekomen. Zo'n opluchting bij mensen, dan kunnen we door. En tussen 2005 en 2006 heb ik mijn eerste huis gekocht. Dus de uitnodiging is, doorloop deze e-learning en help die ander om in beweging te komen.